Goedenavond, hartelijk welkom bij deze speciale Nieuwsuur. Deze hele uitzending staat in het teken van de Europese parlementsverkiezingen 23 mei, want kent u ze al? De Nederlandse lijsttrekkers die namens ons land in het Europees parlement willen gaan zitten. 12 zijn er hier te gast en we gaan op historische grond hier in Museum Prinsenhof Delft met ze in debat over de belangrijkste Europese thema's. Hartelijk welkom u thuis, hartelijk welkom de lijsttrekkers hier. En natuurlijk ook hartelijk welkom aan uw gasten, de achterban die u vanavond hebt meegenomen. Het is druk, u ziet de 12 lijsttrekkers, we gaan ze aan u voorstellen. Te beginnen met Esther de Lange van het CDA. Zij heeft misschien wel meer macht dan Sybrand Buma. Zit al 20 jaar in Brussel en klom op tot de nummer 2 van de grootste partij van Europa, de Christendemocraten. Arnoud Hoekstra is hier van de SP, nieuwkomer in de Europese politiek. Was tot afgelopen winter nog wethouder in Vlaardingen, maar profileert zich nu als scherp criticaster van de EU. Malik Asmani van de VVD, nu nog Tweede Kamerlid, maar in Brussel kennen ze hem al wel van het plan Asmani. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in de regio. Ook in zijn vorige baan werkte Asmani al aan het indammen van migratiestromen. Twan Manders is hier van 50+. Hij was 15 jaar Europarlementariër voor de VVD en dat smaakt hem naar meer. Voor 50PLUS pleit hij voor een eurocommissaris voor vergrijzing. Sophie In het Veld van D66 werkt zo'n beetje haar hele leven in Europa. Werpt zich op als voorvechter voor mensenrechten in de EU. Ayhan Tonja van DENK voor de nieuwe partij DENK is de Europese politiek onontgonnen terrein. Deze oud-schooldirecteur en oud-CDA-politicus wil in Europa tegen het groeiende rechtsextremisme strijden. Ja, dit zijn de eerste 6 lijsttrekkers. We gaan zo de andere 6 aan u voorstellen. Maar we gaan natuurlijk niet met 12 mensen tegelijk debatteren. We hebben 4 onderwerpen gekozen. We gaan praten over de arbeidsmarkt, over klimaat, over asielbeleid en over de rechtsstaat. En we hopen natuurlijk dat al uw vragen thuis beantwoord worden. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben een uur, we hebben een hoop thema's om over te debatteren, maar niet getreurd. Aan het eind van deze uitzending gaan we door op Facebook en kunt u dus uw vragen stellen aan de lijsttrekkers die met dat gesprek op Facebook meedoen. En een daarvan is Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie. Hij begon als stagiair bij de Europese Commissie, werkte later voor Frits Bolkestein en werd zelf eerder al Europarlementariër voor de Belgen. Nu is hij lijsttrekker van de partij die Nederland uit de EU wil leiden. Dan gaan we naar Peter van Dalen. Hij is lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van ChristenUnie en SGP. Werkt al 10 jaar in het Europees Parlement. Transport is zijn passie. Anja Hazekamp is erbij van de Partij voor de Dieren. Zij werkte ooit bij de zeehondencrash in Pieterburen en Stichting Aap en is nu 5 jaar Europarlementariër en kreeg de plofkip op de Europese agenda. Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid verruilde zijn pak voor een spijkerbroek en trok de laatste weken door Europa als een strijdlustig socialist. Was minister van Buitenlandse Zaken en wil nu de allerbelangrijkste man van Europa worden. Marcel de Graaf, u ziet hem hier van de PVV, studeerde theologie, werd politicus, aanvankelijk in de Eerste Kamer. Zit nu 5 jaar in het Europees Parlement en wil ook de komende 5 jaar doorgaan met zijn missie om de EU van binnenuit af te breken. Gaan we naar Bas Eickhout, GroenLinks, trotse klimaatdrammer van het eerste uur. Stond aan de wieg van de Europese CO2-heffing. Wil nu Juncker opvolgen als baas van de Europese Commissie. Dat zijn ze alle 12. En we gaan, ik zei het al, hier op historische grond met elkaar in gesprek. Museum Prinsenhof Delft. Ja, de kenner weet natuurlijk, 1584, de moord op de vader des vaderlands, Willem van Oranje. De 2 kogelgaten zijn hier nog te zien. Maar wat u misschien niet weet, is wat hier in 1952 gebeurde. Het eerste referendum, een proefreferendum over Europa. En de vraag was toen, wil men een verenigd Europa? De stad van Hugo de Groot was met Bolsward uitgekozen omdat de samenstelling van de bevolking der beide plaatsen in godsdienstig, politiek en maatschappelijk opzicht ongeveer correspondeert met de samenstelling van de bevolking in het hele land. Uit alle lagen van de burgerij kwamen ze naar de stemlokalen. Ik stem ja omdat wij als toekomstige huisvrouwen een grotere welvaart en veiligheid voor onze kinderen mogen verwachten.
In overweldigende meerderheid hadden de mensen voor de Europese eenheid gestemd. De uitslag van het referendum wordt door velen beschouwd als een maatstaf voor de Europese gezindheid van het hele Nederlandse volk. Ja, die uitslag was 93% van de kiezers zei ja. Ja, voor een verenigd Europa. Nou, of dat vandaag de dag nog zo zou zijn, dat kun je je afvragen. Het is in elk geval tijd om daarover en al die andere onderwerpen in debat te gaan. Het eerste debat staat op het punt van beginnen en wordt net als alle andere debatten ingeluid door onze politiek duider Arjan Noorlander. €500 miljoen Europeanen mogen overal wonen, reizen en geld verdienen waar ze willen. Het is de basis van de economische Europese samenwerking. En dat heeft ook Nederland veel gebracht. Het Hollands Waar kon heel Europa door. Het was een enorme afzetmarkt. En ze kwamen ook naar ons om te helpen bij de oogst bijvoorbeeld, om te helpen bij de bouw en om uiteindelijk ook het Nederlands Waar overal in Europa te brengen. Vooral goedkope vrachtwagenchauffeurs uit Oost- en Zuid-Europa. En dat gaf ook te denken, want kwamen al die Europeanen hier in Nederland onze banen uiteindelijk niet afpakken? En kwamen ze uiteindelijk niet alleen hier naartoe om vervolgens op uitkering vakantie te gaan? Vooral Polen en Bulgaren deden dat. Nieuwsuur heeft daar aandacht aan besteed. En dat roept dus de vraag op of we niet te naïef zijn en of de grenzen niet te open staan voor arbeidsmigranten. Of dat arbeidsmigranten gewoon welkom zijn. Ja, en die vraag leggen we meteen voor aan de man die al heel lang actief is op het hoogste niveau in Europa. Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. Staan onze grenzen te wijd open voor met name Oost-Europese arbeidskracht? We hebben te weinig aandacht besteed aan de sociale kant van deze vraag. We moeten niet vergeten dat in de afgelopen 15 jaar, sinds de uitbreiding van de Europese Unie, miljoenen en miljoenen Europeanen zich aan bittere armoede hebben weten te onttrekken door in een andere lidstaat te gaan werken. Dat is een enorme winst voor de hele Europese Unie. Maar tegelijkertijd hebben met name werkgevers er misbruik van gemaakt. Bijvoorbeeld door mensen onder de cao-lonen te laten werken of door ze in verschrikkelijke arbeidsomstandigheden te laten werken. Dus dat moeten we nu wel oplossen. Het Europees Parlement samen met de Commissie heeft al een deel van de oplossing aangedragen door ervoor te zorgen dat je nu gelijk loon voor gelijk werk op de gelijke plek krijgt. Dat is al een verbetering, maar we krijgen nu ook een arbeidsautoriteit. Die gaat ervoor zorgen dat arbeidsinspecties tussen de lidstaten veel harder met elkaar gaan samenwerken om fraude te bestrijden, om misbruik van de regelingen te bestrijden. Wat ik niet zou bepleiten is om de nationale grenzen weer te herstellen. Daar help je niemand mee. Dat kan ook niet meer in een economie die zo geglobaliseerd is. Dat gaat al over de grenzen van Europa heen. Daar kan je de rechten van werknemers niet goed verdedigen. Samen met de vakbonden ervoor zorgen dat de lonen omhoog gaan, want een van de grootste probleem is dat de lonen nog veel te laag zijn in Centraal- en Oost-Europa. Dat weerspiegelt helemaal niet meer de arbeidsproductiviteit. Laten we even een deel van uw antwoord pakken om even voor te leggen aan een opponent. Want u zegt, we hebben te weinig aandacht gehad, maar we hebben al heel veel gedaan. U was al 5 jaar actief en wil nu verder. Ja. En dan ga ik naar uw opponent, SP Arnoud Hoekstra. Er is al heel veel opgelost van de problemen waar u zich zorgen over maakt. Ik merk daar helaas weinig van. Meneer Timmermans, ik was 2 weken geleden in Polen en ik heb gezien hoe daar in de dorpen en in de steden de Poolse jeugd, de jongeren, worden gemist. En ik heb ook gezien dat de uitzendbureaus die heel veel geld verdienen aan deze mensen nu bezig zijn om de vacatures daar te vullen met mensen uit Oekraïne. Er wordt met mensen geschoven. Ik ben geweest op Polencampings hier in Nederland. Ik heb gezien hoe mensen worden uitgebuit. En u heeft daar als eurocommissaris de afgelopen 5 jaar helemaal niks aan gedaan. Samen met mevrouw In het Veld staat u aan de kant van de lobby van de lage lonen. Wij moeten weer in Nederland gaan over wie hier komt werken. En daarom moeten we arbeidsmigratie reguleren. Je kan nooit de rechten van Nederlandse arbeiders kan je nooit duurzaam verstevigen door tegen de rechten van andere arbeiders in te gaan. Opkomen voor arbeiders is altijd internationaal geweest. Dat begrijp ik niet aan de SP, dat jullie dat willen nationaliseren. Dan help je arbeiders niet mee. Ten tweede, inderdaad, er moet door de arbeidsinspectie veel harder worden opgetreden. Daarom heeft Europa ook besloten om een Europees arbeidsautoriteit in het leven te roepen, die ervoor zorgt dat die arbeidsinspecties veel beter met elkaar samenwerken. Ten derde, ik kom ook nog wel eens in Polen, hoor. Daar is ook nu de behoefte voor mensen om te blijven. En
Ze blijven steeds meer. Want nu gaan werkgevers in heel Europa klagen van... hé, we hebben te weinig mensen uit Oost-Europa. Maar dat komt omdat de lonen omhoog gaan. Omdat de economische groei daar 5% jaar op jaar op jaar... ertoe leidt dat die lonen helemaal niet meer zoveel verschillen met die van ons. Want mensen willen veel liever thuis blijven. Die willen niet in een ander land gaan werken als ze niet hoeven. Frans Timmermans. Dus we zijn bezig het op te lossen. Frans Timmermans. U staat nu, we komen zo bij D66 en bij de PVV, maar u staat nu lijnrecht tegenover een ook linkse partij, de SP. Dat laat niet denken dat er heel veel linkse samenwerking vandaan komt. En ik wil toch, voordat we verder debatteren, nog heel even dat punt pakken. Want u had van de week al een hele felle aanval op de persoon van Frans Timmermans. En daar hebben we u eigenlijk nog niet over gehoord. Dat spotje waar veel over gezegd is, over Hans Brusselmans, waar u met de broek op de schoenen, wat zullen we er verder nog over zeggen? Ik wil heel even van u weten, wat vond u van die aanval van uw linkse opponent? Vond u woorden maar mooi, wat zullen we er verder nog over zeggen? We hebben bij de Partij van de Arbeid door de decennia heen geleerd dat linkse politieke partijen en humor... dat wringt toch wel eens en dat vond ik hier ook wel. Arnoud Hoekstra, blijft u achter dat spotje staan? Ja, ik begrijp hieruit dat de heer Timmermans zich herkent in het personage uit dit filmpje. Daar zou hij zich zorgen om moeten maken. Ook om het feit dat heel veel VVD'ers, stemmers, denken dat u hun lijsttrekker bent. En dat klopt misschien ook wel, want de afgelopen jaren was u eurocommissaris namens een VVD-regering. Wij als Links-Nederland hebben u weer nodig. Dus alsstublieft komt u weer terug bij het linkerkamp en zorg weer dat de belangen en de rechten van werknemers geholpen worden in plaats van de multinationals en hun aandeelhouders. Dus wel we gaan even naar Sofie. Het is wel grappig dat alle sociaaldemocratische en socialistische partijen in Europa als één man achter mij staan, omdat ze mij graag de nieuwe president van de Europese Commissie wil maken. Zou u ook aan denken moeten zetten? En kom eens met ideeën in plaats van met modder naar mij te gooien. Hans Brusselmans, we gaan naar Sofie in het veld. Ja. Nou ja, er staan hier tegenover ons de SP en de PVV die ervoor kiezen om dingen af te breken. Want laten we even teruggaan naar de kern. Het vrij verkeer van personen betekent het recht van elke Europeaan om in heel Europa te wonen, te werken, te studeren, lief te hebben. En dat is een groot goed waar heel Europa in de afgelopen decennia beter van is geworden. Laten we dat niet vergeten. Maar moeten we daar nog verder in gaan? En dan, zij willen het afbreken. Maar om dat te behouden. Want dat is echt een heel groot goed. Zie je dat er bijvoorbeeld niet een linkse samenwerking, maar een progressieve samenwerking in het midden is om de zaken in goede banen te leiden. Dus we hebben bijvoorbeeld in het Europees Parlement samen opgetrokken met uw partijgenoot Agnes Jongerius om te zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk. Je moet zorgen dat de negatieve kanten, ook de arbeidsinspectie, waar overigens de lidstaten zelf Nederland ook in moet investeren, maar niet afbreken. En wat ik niet begrijp van u, want dat is eigenlijk asociaal van de SP. U ontneemt mensen de kansen. Want u vraagt helemaal niet of de Polen of de Roemenen opgesloten willen zijn in hun eigen land. Zij willen graag die kansen grijpen. Overigens hebben wij Nederlanders en anderen dat ook gedaan. Dat is een heel groot goed, dat moeten we behouden. We moeten de negatieve kanten tegengaan. En daar trekken we met een heleboel partijen samen op. U zegt nogal wat asociaal. Even nog Arnoud Hoekstra. Ja, wat mevrouw in het veld roept is asociaal. Sociaal en neocoloniaal. Nadat wij jarenlang als Nederland grondstoffen, specerijen uit andere landen hebben gestolen, willen we nu als Nederland kennelijk ook de arbeidskracht stelen. Want mevrouw in het veld wil inderdaad verder. Want de Polen worden nu te duur, die raken op. En wat zet zij in haar verkiezingsprogramma? Laten we de grenzen ook maar openzetten voor Afrika. Laten we ook de Afrika maar toelaten tot onze arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk van de zotte. Daar helpen we die mensen niet mee. We helpen die mensen alleen maar door multinationals belasting te laten betalen. Zodat ze daar in Afrika een economie kunnen oprichten, zodat ze een reden hebben om daar te blijven. We gaan naar Marcel de Graaf van de PVV. Want u zegt, we moeten hiermee stoppen, werkvergunningen. Ja, absoluut. Kijk, we horen nu al die praatjes over, het moet ook nog wel even een beetje sociaal worden, dat zijn we vergeten. Typisch verkiezingstijd, want op het moment dat alle problemen al jarenlang zichtbaar waren, gingen zowel mevrouw In het Veld als de heer Timmermans snoeihard door met het ingezette beleid van in wezen de lonen laag houden in Nederland. Want daar staan wij voor. Wij staan voor mensen in Nederland die met honderdduizenden tegenwoordig naar de voedselbanken moeten. Met mensen die al 10 jaar lang hun inkomen niet hebben zien stijgen. En dat zijn dan zogenaamd de zegeningen van die Europese Unie,
die voor welvaart had moeten zorgen. Wat zou dat betekenen, Sofie, in het veld, als we dit gaan doen? Met de grenzen dicht hadden we minder welvaart gehad. Ja, we hebben met z'n allen, we hebben Europa sterker gemaakt. En als je ook kijkt hoe de wereld er nu uitziet, dan moeten we ook Europa één maken. Hè. Wat dat betreft vond ik ook besluit van de Tweede Kamer om Ever Closer Union, verdere eenwording te schrappen, vond ik geen goed idee. Maar u vraagt niet aan de mensen in die landen wat ze willen doen. En dat is niet sociaal. Wij hebben met z'n allen als Europeanen, gaan we dit continent sterker maken. En daar hebben we ook sociale wetgeving bij, waar u overigens heel vaak tegenstemt, uw partij in het Europees Parlement. Maar laten we het even concreet houden. U zegt beide aan die kant, we hebben de afgelopen jaren te weinig gedaan. We zijn nu bezig dat in te halen. We gaan gelijk loon voor gelijk werk. Dat moet nog in werking treden, maar dat zit in de planning. Het is besloten, maar mijn vraag aan u, meneer Timmermans, want u zit daar natuurlijk op die positie. Betaalt u daar ook niet een hele hoge prijs voor als dit al zo gaat werken? Want de andere kant is dat de Oost-Europese landen hiermee akkoord zijn gegaan onder voorwaarde dat bijvoorbeeld de WW-uitkeringen meegenomen kunnen worden, langer dan nu is, naar het thuisland. En daar hebben wij bij Nieuwsuur natuurlijk veel aandacht aan besteed. Ook de fraude met Polen. Is dat niet een te hoge prijs? Nee, want je kan namelijk heel makkelijk als Nederlandse arbeidsinspectie, als je niet van die Poolse werknemer met zekerheid kunt vaststellen dat hij probeert te werken, kan je meteen die uitkering stopzetten. Meteen. Dus je hebt gewoon de macht om dat meteen te stoppen als daar fraude mee wordt gezien hoe het in de praktijk gaat, gepleegd. Ja, maar dat komt door de slappe houding van de arbeidsinspectie. Er is gewoon niet op toegezien. Maar komt het ook niet door de slappe houding van Europarlementariërs? Dat is nou echt de verantwoordelijkheid van de arbeidsinspectie in Nederland. Die vonden dat niet belangrijk genoeg om daar te laten gaan. Nee, maar wij horen in Nederland, strakjes met een Europese arbeidsautoriteit, kan die er ook mede op toezien dat het wel gebeurt. Maar het allerbelangrijkste is dat we niet die grenzen sluiten. Want als we de grenzen voor arbeid, het is dat punt duidelijk. Maar ik wil heel even nog naar Sofie in het veld, want het is een belangrijk punt. Uw minister, minister Koolmees in Nederland, zei toen wij dat verhaal maakten over de fraude en de WW-export, die zei, ik kan er niks tegen doen. Dat is nou eenmaal, dat verliezen we, die wedstrijd in Europa. Nee. Dat moeten we nog zien, hoor. Wat doet de D66 in Europa dan? We hebben in het Europees Parlement met bijna alle Nederlandse partijen overigens, hebben we dat voorstel tegengehouden. Dus we gaan daar in de volgende periode over verder praten. Ik dacht dat drie van uw vier parlementariërs niet aanwezig was toen erover gestemd werd. Nee, we hebben daarover gestemd en er was een meerderheid die heeft gezegd, wij blokkeren dat nu. Dus dat ligt nu gewoon op ijs. Voor alle helderheid. Dus u bent daar tegen. Kijk, u bent er tegen dat het in plaats van 3 maanden 6 maanden wordt. Die WW-uitkering die je mee kan nemen. Nou ja, het is evident wat er voor problemen aan zitten. Maar we gaan daar in de volgende periode over praten. En het punt is dat je juist dat soort zaken binnen Europa goed kan afspreken. Want als alle landen dat, stel dat Nederland dat apart zou moeten doen met alle andere landen, en dan gooi je het kind met het badwater weg. Maar dan moet je wel weten wat de partij in Nederland zegt en in Europa doet. Ik wil tot slot naar Marcel de Graaf van de PVV. Hoe kijkt u naar dat verhaal over de fraude met de WW-uitkeringen? Ja, wij zijn snoeihard tegen dat soort fraude. Daar hebben wij ook, ook zo gestemd, hè, dat het niet nog eens een keertje 3 maanden langer meegenomen kan worden. Maar dat is de essentie hier niet. Wat je hier ziet is dat er weer gewezen wordt naar anderen. En in dit geval moet het weer een Europese autoriteit worden die gaat toezien, omdat men in de lidstaten klaarblijkelijk niet goed doet. Dat is de typische reflex vanuit de EU, waar we absoluut van af moeten. In Nederland, als we onze eigen zaken kunnen regelen, gaat prima. En dan zeggen, nee, maar het had slechter gegaan op dit continent wanneer er geen EU was geweest. Voor Nederland geldt dat zeker niet. Want als je kijkt naar Nederland, want die mensen zijn niet te vinden op het moment dat ze niet uit Polen komen, moet je ze hier kunnen vinden. Maar dan zie je ook dat de lonen hier omhoog kunnen, wat nu niet kan en wat zo meteen nog veel erger dreigt te worden. En daarnaast worden dan ook nog eens een keertje miljoenen uit Afrika binnengehaald. Oké, heel kort. Het punt is dat het Europees Parlement heel verstandig heeft gezegd, dit gaan we nu niet doen. Want we kunnen niet met zekerheid vaststellen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Dus daar wordt eerst naar gekeken. Als dat niet zeker gesteld kan worden, dan komt dit er dan niet. Gaat het er dus niet daar heeft het Europees Parlement gewoon heel verstandig in gehandeld. Die belofte doet u ook aan die kant van de tafel. Ja, zeker. Maar als je ziet hoe wij afspraken maken in Europa, dat is de plek waar we dit soort dingen goed kunnen regelen. En wat u wil, is eigenlijk afbreken wat we met z'n allen bereikt hebben. Want er moeten heel veel dingen ook in Nederland verbeterd worden. Er zijn mensen die het in Nederland ook heel moeilijk hebben. Ik wil het even bij dit onderwerp laten beginnen. Want we hebben nog 3 andere onderwerpen, 3 debatten te gaan. Ik wil voor dit moment u 4 hartelijk danken. Applaus voor deze 4 lijsten.
Ja, zou het nu echt gaan gebeuren? 3 jaar geleden werd in Parijs met veel plechtige woorden het klimaatakkoord afgesproken. De hele wereld zou afstand doen van fossiele brandstoffen. We zouden de verslaving achter ons laten. En zelfs de Europese leiders waren daar enthousiast over. En er kwamen plannen. Emissieheffing bijvoorbeeld. Er kwamen dieselregels en plastics zoals wattenstaafjes zouden worden verboden. Of toch niet, want de uitvoering van de Parijse akkoorden gaan heel erg langzaam. Nederland zou heel graag bij een kopgroep willen horen en het goede voorbeeld willen geven. Maar er is eigenlijk helemaal geen kopgroep. Heel veel landen zien al die klimaatplannen toch niet zo zitten. En dus is de vraag, moet Europa het heft in handen nemen en zelf de klimaatmaatregelen bij de lidstaten doorvoeren? Of is het iedereen voor zichzelf? En over die vraag gaan we hier meteen debatteren met Bas Eickhout, met Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren, Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie, Esther de Lange van het CDA. De vraag die Arjen net opwierp, meneer Eickhout, ik speel hem aan u door. In uw verkiezingsprogramma staat dat Europa een voortrekkersrol moet spelen. Vindt u dat de EU klimaatmaatregelen nog dwingender moet gaan opleggen? Absoluut. We hebben een belofte gedaan, internationaal, het Parijsakkoord, net al genoemd. En we liggen niet op schema. Op dit moment gaat de opwarming echt over niveaus die gewoon gevaarlijk worden. Dus we moeten wat doen. Het is een urgent probleem en Europa stoot 10% uit van de wereld, dus kan ook wat doen. De grote vraag wordt, hoe zorgen we ervoor dat de vervuiler ook echt eerlijk gaat betalen voor die vervuiling? Ja, en u zegt die discussies eigenlijk moeten in Europa gevoerd worden. Precies, want de lidstaten zelf, de landen, ook Nederland, die kunnen het kennelijk niet alleen of zelf. Nou, kijk, wat je gaat zien is dat er altijd landen misschien verder willen gaan. Maar uiteindelijk, om echt ervoor te zorgen dat we meters maken en dat we proberen Parijs te gaan halen, die doelen van Parijs, dan zullen wij als Europa meer moeten doen aan klimaatbeleid. Juist om ervoor te gaan zorgen dat die effecten van klimaatverandering niet te ernstig worden. Ja. Dirk-Jan Epping, ja. Forum voor Democratie. In uw verkiezingsprogramma staat dat de kosten in geen verhouding staan tot de baten van het klimaatakkoord. En dat we uit dat klimaatakkoord van Parijs moeten stappen. Ja, het probleem eigenlijk met het klimaatbeleid is dat het heel veel kost, honderden miljarden. En als je dan gaat kijken naar het rendement en naar de impact, dan is dat vaak heel gering. Soms ook niet meetbaar. Dus mijn vraag is, wordt er niet te veel geld ingestopt en kunnen we niet beter andere dingen doen? We kunnen bijvoorbeeld ook langer vasthouden aan gas. Ik vind het van gas los, vind ik zoiets als van God los. Dat zou niet goed zijn voor mevrouw De Lange. En ik vind dus dat men niet realistisch is met dat beleid. En het zijn uiteindelijk de mensen die dat moeten betalen, de belasting betalen. En dan denk ik wel eens, wie komt er eigenlijk nog op voor de belastingbetaler? Kennelijk niemand. De heer Eickhout, die gaat maar door met, we moeten meer doen in Europa, we moeten meer doen in Nederland enzovoort. Maar wie gaat die honderden miljarden ophoesten? Maar wat ik fascinerend vind, in het verkiezingsprogramma van Forum staat gewoon expliciet doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen. Welk doel dient u daarbij? U dient daarmee Shell, Rusland, Saoedi-Arabië. En wat daarbij, als we het over miljarden hebben. Op dit moment importeert Europa fossiele brandstoffen ter waarde van 266 miljard euro. Mag ik misschien even wat zeggen over de fossiele brandstoffen? U heeft het altijd over duurzaamheid. Een van de elementen van duurzaamheid is biomassa. Wat is biomassa? Het verbranden van hout en van afval. Meer vervuilend dan een steenkolencentrale en gascentrale. Dus dat hele concept van duurzaamheid wat u hanteert, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Daar zit een heel vervuilend element in. Dus dan kunt u beter langer vasthouden aan gas, meer onderzoek doen in kernenergie. Dan komt u veel verder, is goedkoper en houden we geld over voor zorg, voor onderwijs, voor sociale huisvesting. En dan kunnen we de koopkracht maar van de mensen overnemen. Dat biomassapunt, dat is nou net één van de grote strijdpunten die we hebben gedaan. En vervolgens bijvoorbeeld, wij als GroenLinks hebben ervoor gezorgd dat palmolie nu niet meer gerekend mag worden als een duurzame biobrandstof. Dat laat zien, in Brussel kun je wat veranderen als je de juiste politici daar neerzet. Ik wil even terug naar het
naar het gasdebat. Want mevrouw De Lange, u werd er net over aangesproken, van God los, van gas los. Het is opvallend dat in Duitsland bijvoorbeeld mensen wordt gevraagd om over te stappen op gas. Ja, van God los ben ik nog niet. Maar weet u wat ik nou zo jammer vind in dit debat? Je ziet eigenlijk bijna de middelvinger, sorry dat ik het zeg, naar de volgende generatie van Forum. Die eigenlijk zeggen, die doelstellingen van Parijs die het CDA graag wil halen, die hoeven we niet te halen. Want het is allemaal veel te duur en veel te moeilijk. En dan heb je een partij als GroenLinks met het belerende vingertje. Het moet en het zal en per se op onze manier. En als het in Europa niet kan, dan ook nog voor de troepen uit in Nederland. Laat het CDA dan maar de helpende hand zijn en zeggen, als wij de klimaatdoelen willen halen, dan zullen we dat Europees moeten doen. Omdat het alleen maar op die manier ook haalbaar en betaalbaar kan. Met behoud van banen in Nederland. En niet te zwaar voor die mensen die het gewoon qua portemonnee maar het is wel niet jammer. Toch staat in uw verkiezingsprogramma, mevrouw De Lange, dat de EU wereldleider klimaat moet worden. Dat klinkt alsof nou, de ambities sterker nog, dat nog zijn ze al. Dat zijn ze al. Op het moment dat Amerika zich terugtrekt uit een internationaal klimaatakkoord, en dat is al eerder gebeurd, dan is het de Europese Unie die naar China trekt en kijkt, hoe kunnen we daar samenwerken? En daar ben ik trots op, want je moet natuurlijk wereldwijd die doelstellingen voor elkaar boksen. Maar u wilt dus ver gaan. Maar wat mijn zorg is, is dat ver gaan in het huidige Nederlandse debat vaak betekent in je eentje, hè, zoals een partij als GroenLinks wil of D66, op die kleine postzegel die Nederland is, voor de troepen uitlopen. En dat is te duur voor mensen en dat brengt onze banen in gevaar. Dus vandaar mijn warme pleidooi dat hier Europa eigenlijk onmisbaar is om het haalbaar en betaalbaar te houden. Ik wil even door, één moment meneer Eickhout, ik wil even door naar mevrouw Hazekamp, die hebben we nog niet gehoord. Haalbaar en betaalbaar zegt u, maar de Partij voor de Dieren wil geen CO2-reductie van 40%, niet van 55%, wat het Nederlandse kabinet wil, maar zelfs 65%, dat gaat ver. Ja, dat gaat zeker ver. Maar klimaatverandering is de grootste bedreiging van de toekomst van onze planeet. We hebben geen keus. We moeten deze planeet leefbaar houden voor toekomstige generaties, voor mensen en dieren. En als Groningse ben ik geschokt om te horen dat Forum hier zegt dat we niet van het gas los kunnen. Mensen zitten daar echt in de grote problemen. We moeten stoppen met die fossiele verslaving. En daar moeten we snel grote stappen mee maken. We hebben gewoon geen keus. Maar dat is niet wat Europa doet. Europa praat over de Brexit. Europa praat over handelsakkoorden. Europa praat over van alles, maar verzuimt om in actie te komen tegen de klimaatverandering. Ik zie meneer Eickhout zijn vinger opsteken, die wil daar graag op reageren. Nou, waar ik op wil reageren is, waarom doet Europa te weinig? Dat komt door de fossiele lobby. En toch, mevrouw De Lange, u zegt nu, ja, we moeten het in Europa doen en niet als Nederland alleen. Jaren hiervoor hebben de Christendemocraten elke hervorming om een beetje een goede CO2-prijs voor de bedrijven, zodat die echt gaan betalen voor de vervuiling, dat hebben de Christendemocraten tegengehouden. Nu vervolgens in de regering vinden ze dat Europa meer moet doen en dat we het niet in Nederland moeten doen. Dit is het spel waarin altijd de bal ergens anders wordt gelegd en het effect is, we doen te weinig. En dat zullen we allemaal merken. Dus mevrouw De Lange, mooi dat u in uw programma nu zet dat Europa meer moet. Maar waar was u de afgelopen 5 jaar om te zorgen? Korte reactie van mevrouw De Lange. Als meneer Eickhout eerlijk is, dan zou hij toegeven dat juist de Christendemocraten, juist de Sociaaldemocraten, ere wie ere toekomt, gewerkt hebben aan die hogere CO2-prijs. Je kan natuurlijk roepen vanaf de zijlijn in je eentje. Maar nu wil maar u meer. Feit is, meneer Eickhout. Maar dit klopt natuurlijk ook. Jongens, laat mevrouw De Lange even wanneer uitspreken. Je zaken voor elkaar wil boksen in Europa, zul je een grote meerderheid hebben. Die uitgestoken hand heb ik net aangegeven. U pakt hem of u blijft aan de zijlijn. Ik wil naar ik wil hem heel graag pakken, maar we willen wel voor zorgen dat het een keer ook gebeurt als de wetten voorliggen. Want dit is verkiezingspraat en als we het echt moeten doen in Brussel, helaas staan de Christendemocraten op wie de rem. Wie heeft het CO2-systeem hervormd? Jongens, voordat we hier verzanden in naar elkaar wijzen en wie wat, wil ik naar een volgend onderwerp wat hieraan gerelateerd is aan klimaat. Bijna vakantietijd. Ik ga graag naar Berlijn, daar een tijd gewoond. Verbaast me denk ik net als veel kijkers dat het met het vliegtuig vaak goedkoper is om daar naartoe te gaan als met de trein. GroenLinks en CDA willen dat gaan aanpakken. Meneer Van Eickhout, hoe wilt u dat gaan doen? Heel simpel, met een tax op kerosine. Er is vandaag ook weer een studie uitgekomen die laat zien, hè, kerosine gaat in die vliegtuigen. En we moeten ervoor gaan zorgen dat we voor die vervuiling gaan betalen. En wat dan heel belangrijk is, dat we die opbrengsten gaan besteden in beter treinvervoer. Ja, want even voor de helderheid, op dit moment is er geen btw op vliegtickets. Nee.
Kerosine wordt niet belast. Er zit geen accijns op. Er zit geen accijns op. En ze worden uit de wind gehouden voor de CO2-prijs. Terwijl bijvoorbeeld treinen, die betalen voor de elektriciteit, en daar zit een CO2-prijs op. Mevrouw De Lange, u wilt zelfs nog verder gaan dan dat. U zegt, bij treinreizen minder dan 500 kilometer willen we het gebruik van... Of bij vliegen minder dan 500 kilometer willen we gebruik van het vliegtuig gaan ontmoedigen. Ja, absoluut. En Berlijn is ook een van mijn favoriete steden. En de trein doet er ongeveer nog net zo lang over als 20 jaar geleden. Dus dat moet zeker verbeteren. De vraag is natuurlijk, als je het vliegen gaat ontmoedigen voor de korte afstand, doe je dat dan nationaal of doe je dat Europees? En wij pleiten, antwoord dus? Wij pleiten voor een Europese vliegtickettax. En daar is GroenLinks nog wat onduidelijk over. Het kan zijn dat zij dat nationaal alleen willen doen. Nou, misschien kunnen we het meteen vragen. Dat lijkt me gevaarlijk, want mensen vliegen dan vanuit Zaventem of Düsseldorf? Volgens mij zijn we er heel helder over. Een CO2-tax zou natuurlijk het beste zijn. Maar op dit moment weten we ook dat er heel veel verzet is nog in landen. Maar wilt u dat Europees gaan aanpakken? Een Europese vliegtax? Ik doe niets anders dan het Europees aanpakken. Maar vervolgens, vervolgens mijn collega's in Den Haag zorgen ervoor dat landen de druk opvoeren, omdat ze in landen die tax invoeren, waardoor de druk komt in Brussel om het ook daar te gaan veranderen. Ik wil even naar Forum voor Democratie. Ja. Vandaag lees ik in een rapport van de Europese Commissie dat het heffen van BTW, vliegtax, belasting op kerosine, dat kost banen in de luchtvaart, maar het gaat de economie als geheel niet. Is dat een reden voor u om dit te stellen? Voor mij is dat niet de reden, want men moet eens een keer gaan kijken naar de burgers. Er wordt hier gesproken over dit en nieuwe belasting en weer een belasting, maar het zijn de burgers die dan moeten betalen. En ik vind het goed als mensen met een smalle beurs de kans hebben met een vliegtuig naar Berlijn te gaan. Of naar Zuid-Frankrijk. Ook dat als is een recht dat ze hebben. Daarmee blijft en ik vind, niemand spreekt hier over de kosten. Maar er was een recent onderzoek van Ipsos dat aantoonde dat bij de GroenLinks-achterban men ongeveer 10 euro per maand wil opbrengen voor klimaatbeleid. Dat is dus kennelijk niet zo populair bij de achterban van GroenLinks. En de rest van Nederland moet dat dan betalen, zoals bijvoorbeeld die hele dure klimaatwet die u heeft gesteld. Uw partij is voor. Onze partij is tegen. We hebben ons daartegen verzet. Die klimaat wordt een wet, wordt onbetaalbaar, het wordt onhaalbaar. En we zien in Duitsland de problemen nu, want Duitsland heeft heel veel geld uitgegeven en de reductie van CO2 is bijna nul. Maar meneer, we zijn aan het eind van het debat. Het slotwoord van mevrouw Haaskamp. Ja, niets doen kost ons vele malen meer dan echt drastische maatregelen treffen. En er is één punt wat ik hier nog niet gehoord heb. En dat is krimp van de vee-industrie. We kunnen een van de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem niet blijven negeren. En daar is de Partij voor de Dieren uniek in. Nou, dat helder, u dank voor op een deze avond dat 120 man een huis binnenvallen in Brabant, mevrouw Hazekamp. Dat is huisvredebreuk. Een erf is voor een boerengezin ook een thuis. Neemt u afstand van dit soort protesten? Absoluut. Wij vinden dat je altijd netjes aan de wet moet houden. Ook de boeren en ook de activisten. Helder. Natuurlijk. Maar we kunnen niet zeggen dat we het klimaatbeleid serieus gaan aanpakken. En het CDA zeker niet. Want u heeft de afgelopen 5 jaar dat absoluut niet gedaan. Mevrouw Hazekamp, we kunnen daar niet zeggen dat we dat serieus doen als we de vee-industrie buiten beschouwing laten. U hebt uw punt gemaakt en duidelijk gemaakt wat u van die opmerking vond. Ik wil u hartelijk danken. Nog 2 debatten te gaan. Ja, en dan nu de massale komst van vluchtelingen uit Syrië richting Europa. Het scheurde de ziel en de Europese politiek in tweeën. Ze kwamen in boten, moesten in tenten slapen en sliepen zelfs op stations. En ze trokken heel Europa door, naar Duitsland, naar Zweden en uiteindelijk ook naar Nederland. Er moest iets gebeuren. En dus werden er in Europa hekken gebouwd, grenzen gingen dicht. Vluchtelingen zouden moeten worden herverdeeld. En economische migranten die hier niet welkom zijn, zouden weer zo snel mogelijk terug moeten. Maar de manier waarop is Europa hopeloos oververdeeld. Vooral Oost-Europa ziet zo'n verdeling van migranten niet zitten. En dus blijven Italië en Griekenland voorlopig met de problemen zitten. En dus is voor Europa de komende jaren de vraag: moeten we meer doen om asielzoekers tegen te houden? Of moeten we juist meer asielzoekers opvangen? Ja, dankjewel Arjan. Ik paas die vraag meteen door naar Malik Asmani. Want ik zei het begin vanavond al, hij is al bekend in Brussel, nu Tweede Kamerlid. Plan Asmani.
Ik denk uw persoonlijke missie om nu ook naar Brussel te gaan om dit voor elkaar te krijgen? Ja, het is heel helder en heel duidelijk. Dit probleem kunnen we niet in ons eentje oplossen. We moeten dat in Europa doen. En de EU moet ook dan daadkracht tonen. En wat houdt dat plan Asmani dan in? Wat is uw belangrijkste opdracht om daar te gaan doen? Voor mij is het belangrijkste dat we afspraken maken met veilige landen. Zoals ik in 2015 al aangaf, we moeten die afspraken ook maken met Afrikaanse landen. We hebben met de Turkije-deal gezien in 2016 dat de instroom met 95% hebben afgenomen. En we moeten er nu ook voor zorgen dat we dat met Afrikaanse landen ook doen. Dus het belangrijkste is, zegt u, meer asielzoekers tegenhouden door afspraken te maken met Afrikaanse landen, naar het voorbeeld van de Turkije-deal. Ga ik naar Bas Eickhout van GroenLinks. Voor uw partij was dat in ieder geval in Den Haag reden om niet met de partij van meneer Asmani samen te werken. Ja. Meer deals, wat zegt u? Ja, kijk even naar hoe de Turkije-deal uitpakt. We hebben opvangkampen in Griekenland, in Turkije, en nu worden ze ook opgestapeld mensen in Libië. Als ik kijk naar die opvangkampen, dat zijn dan landen waar u nou ook zo'n deal mee wil sluiten. Met welke regering precies? En we hebben het hier over mensen. Mensen die iedereen een individuele beoordeling verdienen om te weten of ze echte vluchtelingen zijn. Op dit moment gebruikt u mensen in die kampen als een afschrikwerking en als een politiek instrument om echte vluchtelingen niet toe te laten. En dat is onmenselijk. Asmani. Voor mij is het helder en duidelijk. Vluchtelingen hebben recht op een veilig heenkomen. Alleen de vraag is, moet dat in Europa zijn? Mijn antwoord is, nee, dat hoeft niet alleen in Europa te zijn. Maar die omstandigheden in die kampen. Ik heb die kampen ook bezocht. Maar u weet dat het merendeel van de mensen... Ik wil even meneer Asmani laten uit. Ja, ik heb die kampen zelf ook bezocht. En ik vind ook dat die omstandigheden daar moeten worden verbeterd. Dat is waarom ik ook die afspraken wil maken. Met Turkije hebben we dat ook gedaan. Het is niet gratis. We hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de opvang van vluchtelingen in Turkije. Het gaat mij er uiteindelijk om dat we die menselijke drama's niet meer hebben op de Middellandse Zee. Dat wij controle hebben en dat wij kunnen bepalen hoeveel en wie we toelaten tot ons land. Daar gaat het om. Nog heel even, meneer Eickhout. U zegt, dit wil ik niet. Wat wilt u wel? Vindt u het goed zoals het nu gaat? Nee, absoluut niet. Wat er op dit moment totaal misgaat, is dat er geen Europese solidariteit is. Wat we nodig hebben, is dat in Europa we gezamenlijk ervoor gaan zorgen dat we gaan beoordelen wie een echte vluchteling is en wie niet. Als we dat gezamenlijk doen, dan kan dat sneller. Want het probleem is nu dat we dat laten aan Griekenland en Italië. Daar zitten de kampen. Daardoor is er heel lang onduidelijkheid. Dat stimuleert ook mensensmokkel. Als je ervoor zorgt dat we het gezamenlijk doen, eerlijk verdelen, uit solidariteit, dat de landen dat doen... Maar u zegt dus snellere procedures, duidelijker maken wie mag blijven, is natuurlijk al heel vaak gezegd. Ik wil even naar Peter van Dalen. Ja, maar het gebeurt niet. Peter van Dalen zit er ook al heel lang in het Europarlement, ChristenUnie. Wat zegt u, is voor u, ook een coalitiepartij natuurlijk in Nederland, is dit voor u acceptabel om, zoals meneer Asmani zegt, meer deals ook met Afrikaanse landen? We moeten altijd eerst beginnen om vluchtelingen ruimhartig op te vangen. En dan denk ik aan vluchtelingen die worden vervolgd vanwege hun geloof of vanwege bedreigingen van oorlog. En tegelijkertijd moeten we aan economische migranten ook duidelijkheid geven, omdat economische migranten door heel Europa vastlopen. En voor economische migranten moeten we zeggen, uiteindelijk is het zo dat jullie hier niet kunnen blijven en dat we moeten zorgen voor een hele goede opvang van landen waar ze vandaan komen, zoals Senegal of Niger, dat we daar bouwen aan een nieuwe toekomst voor die mensen. En dat vind ik echt het verschil in dit debat. Het gaat hier alleen maar over hoe gooien we de deur op slot. Hoe sluiten we mensen uit? Maar u wilt daar helpen, ik vind het opvang in de regio. Ik vind het belangrijk dat we registreren wie aan onze grenzen komen. Dat moeten we weten. Met snelle procedures. En dat we vervolgens zeggen, we moeten daar investeren in de regio. Want als er één uitdaging is voor Europa en voor Nederland in de 21ste eeuw, dan is het Afrika en de ontwikkeling van Afrika. En die kans moeten we pakken. Dirk-Jan Ebbing, Forum voor Democratie. Ja, wij zijn de enige partij die het akkoord van Marrakesh ons tegen hebben verzet. Uw partij heeft getekend, uw partij heeft Even voor mensen thuis ook, misschien Marrakesh een VN-akkoord... Is een VN, over een VN hoe we in de wereld omgaan met vluchtelingen. En dat het is een akkoord dat eigenlijk van immigratie, van migratie een mensenrecht maakt. Dat het makkelijker wil maken, dat geen verschil maakt tussen legale en illegale migratie. De Europese Unie is altijd voor immigratie geweest. Ik herinner me in de Europese Commissie de eerste debatten daarover in het jaar 2000. Men wilde een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor immigratie.
Men zei altijd, Europa heeft immigratie nodig. Daar is bijgekomen diversiteit. Wat dat de heer Timmermans heeft verspreid, en dat heeft hij gezegd in 2015, dat landen eigenlijk allemaal divers moeten worden. Ik vind dat landen dat zelf mogen weten. En daar hebben ze de Europese Commissie niet voor nodig. En ik geloof dat Italië de juiste beslissing heeft genomen. Italië heeft gezegd, de deur gaat op slot. Het aantal mensen dat kwam is verminderd. Het aantal mensen dat verdronk is verminderd. De mensenhandelaren die hebben geen werk meer. Dat is erg goed. Italië, de heer Salvini, heeft een begin gemaakt dat we voor de rest ook in Europa moeten zien. Dus u zegt dat eigenlijk zou het gemeenschappelijk Europees beleid moeten zijn. De initiatieven van landen zelf om de deur op slot te doen, dat juicht u toe. Dan ga ik naar uw buurman, meneer Tonsja. Ik hier hoor over diversiteit en dat landen daar zelf over moeten beslissen. U staat uiteindelijk niet voor die diversiteit, dat is heel erg helder. U staat natuurlijk voor heel natuurlijk de dominant witte cultuur in Europa. En daarom wil die de grenzen sluiten. Dat is uw beweegredenen. En daar zit het gevaar uiteindelijk in. Dat heb ik vorige keer ook al verteld. Als het gaat om migranten, als het gaat om vluchtelingen, het gaat om mensen, meneer Eppink. Mensen zoals u en ik, die uiteindelijk niet uit vrije wil vertrokken. Mag ik waar ze vandaan komen. Deze mensen. Het gaat om Europa mensen, heeft een verplichting. Europa heeft een verplichting. Eerst bommen gooien. Oorlogen voeren. En uiteindelijk deze mensen van huis en haard verdrijven. Afrika, meneer heeft het ook net aangegeven, Afrika leegroven. Zodat ze geen brood kunnen verdienen met onze multinationals. En dan zeggen tegen deze mensen, u bent niet welkom omdat ik hier in Europa gewoon een witte, dominante cultuur wil hebben. Dat kan niet. Meneer, en dat mag gewoon Epping, even misschien mag ik even iets zeggen en een vraag stellen aan u. Herinnert u zich nog in 2006 waarom u niet kwam op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van het CDA? Ik zal u helpen herinneren. Ja. U ontkende de Armeense genocide. Dat was de reden. Als het om mensen gaat, gaat het ook om die mensen. Dus u moet een beetje oppassen wat u zegt, want u heeft daar niet de juiste geschiedenis voor. U heeft helemaal geen geschiedenis daarvoor. Oh, als u een slavenhandel heeft gegeven met die witte dominante cultuur die u altijd heeft gegeven. En waar die meneer Tonsja, dat punt heeft dat u gemaakt. Ik wil even terug naar Malik Asmani. Zijn jij bakken. Volgens mij hebben we met een groot probleem te maken wat we niet in ons eentje kunnen oplossen. Maar u tekende wel het Marrakesh-akkoord. Dat moet u misschien nog even op reageren. In dat kader, het Marrakesh-akkoord, en dat weet meneer Epping donders goed, want hij loopt al wat langer mee. Ik zou zeggen 35 jaar in Brussel volgens mij, op en af. Maar meneer Epping weet donders goed dat het juridisch niet bindend is, dat akkoord. Maar heeft het en dat wel getekend? Weet hij. Tuurlijk, want waarom? Omdat diezelfde landen waar ik die deals mee wil sluiten, hebben die ook ondertekend. En ik ben niet iemand die vanaf van de tafel wegloopt. Ik wil ervoor zorgen dat we controle kunnen krijgen op migratie. Ik vind die menselijke drama's op die Middellandse Zee, waarin meneer Eickhout ook geen oplossing voor biedt, vind ik dat we daarmee moeten stoppen. Die businessmodel van mensensmokkelindustrie, die moeten we ondermijnen. En dat kan alleen maar als we afspraken maken, zoals we dat ook met Turkije hebben gedaan met Afrika. Maar ik lees ook in uw verkiezingsprogramma dat u daar dat het belangrijkste oplossing ziet, maar de mensen die toch naar Europa komen, moeten op een eerlijke manier verdeeld worden. Dat is nu het probleem. Hoe gaat u afdwingen dat ook andere landen, niet alleen Nederland, niet alleen Zweden, ook meedoen? Ja, op het moment dat we dus die afspraken niet hebben met Afrikaanse landen, dan word je geconfronteerd dus ook met echte vluchtelingen. En dan vind ik ook dat die vluchtelingen recht hebben om veilig heen komen. En u dat schrijft we dat zelfs ook in de Europese heb je die afspraken Unie wel met Afrikaanse landen, dan nog moeten we een deel opvangen in Europa. Als we die afspraken niet hebben, dan vangen we zeker een deel op in Europa. Ook op een andere manier, dat heet dan via een legale weg. Dan nodig je vluchtelingen uit, doe je het op een fatsoenlijke manier en niet op de manier zoals we dat nu aan het doen. En dan vind ik ook dat alle landen daar een verantwoordelijkheid ook hebben. Ook ja, maar dat vinden landen heel veel mensen. Maar hoe gaat u het voor elkaar krijgen? Hoe ga je dat afdwingen? Even Bas Eickhout. Daar kan ik wel een antwoord op geven. Als u en daarna zegt, gaan we naar Bas Eickhout. Af willen dwingen. Het is niet voor niks dat nu voor is gekozen om bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije ook niet toe te laten tot de open grenzen, hè, tot de Schengenzone. Dat is ook een soort sanctiemaatregel, omdat zij geen verantwoordelijkheid willen nemen als het gaat om het migratievraagstuk. Dus je kan consequenties verbinden aan slecht gedrag. Bewaak je buitengrenzen niet, ga je er gewoon wat mij betreft. Oké, duidelijk. Sancties. Meneer Eickhout. Ja, daar zijn we uiteindelijk ook voor. Maar waar het probleem op dit moment is dat we eigenlijk een aantal populisten in de regeringen zien. De heer Salvini is al genoemd in Italië. Die wil helemaal geen oplossing. Want die klaagt dat er geen Europese solidariteit is. Maar de volgende dag staat hij samen met Viktor Orbán van de Christendemocraten te vieren hoe gelijkgezind ze zijn. En waarom vinden die elkaar? Omdat ze elkaar vinden om geen oplossing te krijgen. Geen oplossing om ervoor te zorgen dat wij echte vluchtelingen goed en snel weten te beoordelen. Maar dat zijn de anderen die hier niet zijn. U zegt uiteindelijk die sancties is iets wat u als GroenLinks ook. Jawel, maar wat vooral belangrijk is dat we ook bijvoorbeeld de Christendemocraten aanspreken op de partijen waar ze nu steeds dichter tegen aanschurken. Want dat zijn partijen die we in de macht geven.
En die vervolgens er baat bij hebben om geen oplossing te hebben. Want daar scoren ze politiek mee. Salvini zal zijn populariteit verliezen op het moment als er een Europese oplossing met solidariteit is. En dat mag echt wel wat vaker gezegd worden. Peter van Dalen nog even. Sancties, landen die niet meedoen aan het herverdelen van asielzoekers? Absoluut. Solidariteit met elkaar is nodig. Maar wat ik zie bij Forum is, die gooien de deur van Europa op slot. En die zeggen dan, we passen het Australische model toe. Ja. Iedereen op een eiland. Ja. Maar u winkelt selectief. Want in het Australische model is nog iets anders. U praat alleen maar over pushbacks. Maar het gaat ook over Australië. Dat elk jaar 20.000 vluchtelingen opneemt uit VN-vluchtelingenkampen. Ja. En daar, als we dat in Europa zouden doen, dan zouden we hier wel 500.000 vluchtelingen opnemen. Daar hoor ik u dus nooit dus bij het over. Een hoort het ander, zegt u. Dirk en Eppen, ja, nee, ik ben tegen de verplichte spreiding van asielzoekers in Europa. Landen als Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek enzovoort, ik ken die vrij goed. Die landen hebben het recht om te zeggen, daar doen wij niet aan mee. En dan vind ik het verkeerd om die landen te gaan straffen en te zeggen van, ja, er is te weinig solidariteit. Maar ze zijn ook lid van de Europese Unie? Ja, ze zijn lid van de Europese Unie, maar er zijn ook tal van landen lid van de eurozone en die houden zich ook niet aan de afspraken. Dus je kunt niet voortdurend gaan zeggen, oh, nou pikken we daar die Oost-Europese boertjes even uit en die gaan we laten zien wie we zijn. En de heer Timmermans is een soort van inspecteur-generaal van de Europese waarden om die landen op een donder te geven. Dan zegt hij dat in Polen politieke benoemingen zijn in de rechtspraak. Hij zelf is ook politiek benoemd. Ja, de leden van het Hof van Justitie in Luxemburg zijn ook politiek benoemd. Dat is een onderwerp voor het volgende debat. Ik wil nog, even naar Malik Asmani. Want meneer Epping zegt, je moet de landen eigenlijk, die Oost-Europese landen die niet mee willen doen in het opvangen van mensen, je moet je die ruimte bieden. Wat zegt u dan? Ja, dat vind ik een slecht plan. En ik vind eigenlijk, bedoel de heer Epping, ik zou niet weten hoe hij het probleem wil oplossen. Ja, achter de dijken gaan staan. Ik wil het probleem zo ver mogelijk van de Nederlandse grenzen oplossen. Maar uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat iedereen die verantwoordelijkheid dient te nemen. En dat moet voor mij helder en duidelijk zijn. Maar ik snap heel goed dat die landen ook zeggen van ja, dan moet Europa wel onder controle zijn. En daarom begon ik ook te zeggen, de Europese Unie moet ook daadkracht tonen op dit onderwerp. Dus die afspraken die moeten ook worden gemaakt met de Afrikaanse landen. Want pas dan heb je ook controle om te kunnen bepalen hoeveel je toelaat kunt en wie je toelaat. Welk land? Welk land wilt u nu een afspraak? Bijvoorbeeld Tunesië, kan ik nu zo noemen. Waarom zou je niet met deze afspraak en Libië, met Tunesië zeker maken? Ook? Libië is nu de actuele situatie, is vreselijk. Er zijn allemaal weer vluchtelingenstromen op gang. Daarom maak ik me ook zorgen. Daarom moeten we nu aan de bak, wat mij betreft. Wat bedoelt dus Libië niet, Tunesië wel. Ja. Ik wil het hier bij laten. Ik wil de lijsttrekkers hartelijk danken voor uw bijdrage. Dank u wel. Ja, we gaan even terug in de tijd, want er is in Nederland 75 jaar lang vrede. En dat is aan de EU te danken, zullen pro-Europeanen zeggen. Dankzij de EU en haar rechtsstaat konden we het land weer opbouwen. Is er welvaart en is het rustig in Nederland? Maar aan die rechtsstaat begint men in de EU te twijfelen. Zo hebben de Hongaren bijvoorbeeld, de Hongaarse president Orbán, universiteiten verboden en media aan banden gelegd. De Polen benoemen rechters weer politiek. En de Britten willen helemaal niks meer met de Europese rechters te maken hebben en willen de Europese Unie uitstappen. Uit peilingen blijkt dat bij deze verkiezingen wel eens 1/3 van de kiezers kan gaan stemmen op politici die het vertrouwen in de EU helemaal zijn kwijtgeraakt. De vraag is dus, delen wij in Europa eigenlijk dezelfde normen nog? En als dat niet zo is, kan Brussel die normen dan afdwingen? En de man die dat gedaan heeft, die staat hier, dat is Frans Timmermans. U hebt als vicevoorzitter van de commissie die waarden zeker afgedwongen bij Polen. En mijn vraag is, heeft dat, wat u betreft, die Polen nou dichter bij de EU gebracht of heeft ze dat afgestoten van de Unie? Nou, mij werd altijd gezegd van tevoren, doe dat nou maar niet, want dan komt er een poll-exit. En dan denken ze dat jij, zoals geloof ik de heer Epping net zei, een soort inspecteur-generaal bent die komt vertellen hoe het moet. Dat willen ze niet. De realiteit is dat na 3 jaar van behoorlijk harde discussies de steun van de Poolse bevolking voor de Europese Unie hoger is
dan 3 jaar geleden. Dus wat we doen om de Europese waarden te verdedigen in Polen, wordt door een meerderheid van de Poolse bevolking gesteund. Dat die regering daar niet meer blij mee is, dat snap ik. Want die proberen politieke controle over de pers, over het bedrijfsleven, maar vooral over de rechters te creëren. Maar de Poolse bevolking staat aan onze kant, aan de kant van de Europese waarden. En die wil dat we een andere kant uitgaan dan wat die regering doet. Dus dat geeft mij enorm veel steun om daarmee verder te gaan. Ja, u zegt in meerderheid, maar de laatste keer dat ik keek, was de regeringspartij PiS in de peilingen tenminste nog altijd het grootste in Polen. Die is in de, als je ze met anderen vergelijkt, is ze nog de grootste. Bij de laatste peilingen is de oppositie, alles bij elkaar genomen, groter dan de regeringspartij. Maar het grappige is dat zelfs bij de aanhang van de regeringspartij het beleid van de commissie om op de rechtspraak in te gaan, om op de rechtsstaat in te gaan, gesteund wordt. Dus zelfs daar heeft de regeringspartij niet eens de eigen kiezers helemaal achter zich. Dus wat dat betreft zijn die Europese waarden ook voor de Poolse bevolking heel belangrijk. Omdat zij vinden dat ze tot die waardegemeenschap horen. Ze hebben te lang in onvrijheid geleefd. Ze willen nu niet meer terug naar een situatie waarbij een rechter, voordat hij een oordeel uitspreekt, even moet bellen met de partijcentrale. En dat is wat de regeringspartij zou willen. En dat moeten we en kunnen we vanuit Europa tegenhouden. Mevrouw Innenveld, stelt u zich voor, u bent eurocommissaris. U staat in de schoenen van meneer Timmermans. Had u het dan op dezelfde manier gedaan? Nee, ik denk dat ik veel harder en ook breder opgetreden zou hebben. En dat vind ik ook zo teleurstellend, want ik denk dat meneer Timmermans en ik die rechtsstaat en die grondrechten op dezelfde manier koesteren. Maar ik zie dat meneer Timmermans de 5 jaar lang de tweede machtigste man van Europa, u wilt ook de machtigste man van Europa worden, dat u die macht eigenlijk niet heeft gebruikt. U heeft zeer bescheiden, u heeft gesprekken gevoerd met Polen, maar bijvoorbeeld Viktor Orbán in Hongarije, Orbán die is bang voor demonstraties in de straat. Viktor Orbán die is bang voor een uitspraak van het Europees Hof. Maar Viktor Orbán is niet bang voor Frans Timmermans. En eigenlijk zou dat wel zo moeten zijn. Meneer Timmermans, waarom hebt u Polen wel en Hongarije niet hard aangepakt? Oh, we hebben bij Hongarije een rechtszaak zijn we begonnen omdat hij een universiteit het land uitgooit. Een rechtszaak zijn we begonnen en die loopt omdat hij de pers aanpakt. Een rechtszaak is begonnen omdat hij asielzoekers soms niet eens eten wil geven. Een rechtszaak is begonnen omdat hij andere asiel procedures verkeerd toepast. Een rechtszaak is begonnen omdat hij de NGO's knevelt. Dat kan de commissie doen. En dat hebben we op al die punten gedaan. Nee, maar precies we kunnen wel iedere keer zeggen, het had nog meer moeten zijn. Ja, het had nog meer moeten zijn. De commissie is tot de limiet gegaan van wat de commissie kan doen. Nee. En de commissie is haar geschiedenis nog nooit zichzelf verder gegaan. Nee, maar u legt zichzelf limieten op. Want u heeft wel degelijk een zwaarder wapen. En overigens zijn ook de lidstaten, die willen namelijk ook niet aan Hongarije komen. Want die zijn lid van de christendemocratische familie, Orbán. Maar dit Europa is een waardegemeenschap en is een rechtsgemeenschap. Dat is ook de basis van het vertrouwen waarop we samenwerken, waarop alles functioneert. En meneer dan zie Osmani, ik dat Hongarije, Polen, maar ook Roemenië, Malta uit de pas lopen. En dan zou ik van de Europese Commissie verwachten dat ze doet wat u zelf altijd heeft gezegd. De commissie moet groot zijn op de grote dingen. U heeft de instrumenten om die landen aan te pakken. Dat en u heeft de commissie het niet gedaan. Ook gedaan. Dat heeft de commissie ook gedaan. Maar ik weet ook, voor u is het nooit genoeg. Dat mag. Dat is uw kijk positie. Kijk naar de resultaten. De commissie, het gaat niet om mij. Het is niet genoeg. De resultaten zijn ook dat er uitspraken zijn van het Hof die Orbán heeft moeten uitvoeren. Er zijn uitspraken van het Hof die ook de Poolse regering heeft moeten uitvoeren. Zo werken we daar hard aan door. Ik wil naar meneer Osmani. Waar trekt u de grens? Vindt u dat je nog in debat moet gaan met landen die rechters politiek benoemen, die de media aan banden leggen? Ja, ik vind het onacceptabel wat er gebeurt. Want we zijn een club van landen die wat met elkaar gemeen hebben. Namelijk het feit dat je mag zijn wie je wilt zijn en houden van wie je wilt. Dat het een vrije pers is. Dat er niet over je schouders heen wordt gekeken. Of dat er rechters zijn die gewoon onafhankelijk, zonder politieke bemoeienis, rechtens kansen hebben. En moet er harder worden opgetreden, zoals mevrouw Innenveld bepleit? Ja, wat mij, ik bedoel, ik heb de afgelopen tijd ook de media vooral gelezen. En wat ik meneer Timmermans nu hoor, is gelukkig weer inhoudelijk betoog. Want de afgelopen tijd ging het vooral om dat baantje. En toch ook richting meneer Timmermans. Van ja, ik vind ook dat u eerst uitleg moet geven aan de Nederlandse bevolking waarom dat dan ook niet gelukt is. En als het gaat om Hongarije bijvoorbeeld, wat ik heb begrepen is ook dat het Europese parlement u heeft gevraagd om maar richting Hongarije te gaan. En u zit daar toch wel 5 jaar voor een salaris, 2 keer als de salaris van de minister-president. En dan verwacht ik u ook van de heer Timmermans dat dit probleem opgelost wordt. Maatregelen tegen Hongarije worden in de Raad tegengehouden, meneer Timmermans. Waarom slaat u niet harder met uw vuist op tafel?
Omdat het de collega's zijn van Mark Rutte die niet bereid zijn om die lidstaten ook hard aan te pakken. Dat is de naakte werkelijkheid. Omdat de lidstaten vinden dat ze zelf in een glazen huis wonen en dus niet een andere lidstaat hard durven aanspreken. De Europese Commissie heeft in de afgelopen 5 jaar alle instrumenten gebruikt die ons ter beschikking staan. Ik heb toevallig ook afgelopen week een brief op poten met alle eisen aan de Roemeense regering gestuurd wat ze moeten doen om de corruptiebestrijding voor te zetten. Als de Roemeense regering dat niet doet, volgen de weer maatregelen van de commissie. We hebben de zwaarst mogelijke procedure die in het verdrag staat, zijn we met Polen begonnen. We staan op een hele rij van zaken voor de rechter met de Hongaren. Dat is het instrumentarium dat we hebben. Maar ik wil het even vanaf een andere Ik wil het even vanaf de andere kant benaderen. Meneer Manders, moet je ook niet flexibeler zijn? Die landen in het Oostblok die zeggen we hadden eerst Moskou en nu hebben we Brussel. Nee, want je komt bij een vereniging, bij een club, een samenwerkingsverband, dan hou je aan de regels. Dat doe je bij een voetbalclub. Dan, als je dan daar lid wordt, dan ga je ook niet handballen. Dus je houdt je aan de regels waarom je bij een vereniging komt. Maar ik wil even, want ik had me voorbereid en ik dacht het zal wel gaan over Polen en Hongarije. En natuurlijk moeten we daar hard tegen ingrijpen als ze zich niet aan de regels houden. Maar ik wil graag, toen ik me voorbereidde, ik kwam Urgenda tegen en... We hebben het net over klimaat gehad. Nee, wacht even. Het gaat over... De rechtsstaat is ervoor om burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van de overheid. Ook in Nederland, en ik heb dat voorgelegd aan de hoogleraar Gert-Jan Knoops vanmorgen, goede kennis van me uit het verleden. Ook in Nederland worden de rechten geschonden van Nederlanders. Ik heb het bijvoorbeeld over de rekenrente die dubbel zo laag is. 2 keer zo laag is. Nee, maar dat is... Meneer Manders, we gaan het niet op dit moment over de rekenrente hebben. We gaan het ook niet over Urgenda hebben. Nee, maar ik heb het niet over Urgenda. Uw punt is dus dat er ook in Nederland... Ik heb het erover. Dat wil ik toch graag maken, dat punt. Dat ook Nederland de rechten van burgers gaat. Als ik het heb over een te lage rekenrente, waardoor de pensioenen niet betaald kunnen worden. Ik wil het erover hebben dat er een belasting wordt geheven over rente die niet wordt verkregen bij de... En het heet in het juridisch vakdom, ja. Heet dat onrechtmatige verrijking. Ja. En ik vind, wij zijn het onderzoeken of wij een procedure tegen de Nederlandse staat kunnen Dat onderzoek wachten wij dan af. Die maar dat is een meneer Manders, dank u wel. Ik wil toch heel even terug zal ik hem bij even terugbrengen u, mevrouw. Naar nou, ik was er zelf mee bezig met een vraag aan u, mevrouw De Lange. Dank dat u mijn werk wilt overnemen, maar ik weet niet of u deze vraag had verwacht. Want ik wil terug naar Orbán en dan even met een pijnpunt voor uw partij. U zit in de Europese Volkspartij, de familie van Christen-Democraten. En vlak voor de verkiezingen heeft uw fractie Orbán geschorst. Waarom heeft dat zo lang moeten duren? Nou, dat heeft in die zin niet zo lang geduurd, want het is een lastige discussie. Nou, er was al heel lang heel veel mis in Hongarije. Nou, weet je, op een gegeven ogenblik zeggen wij heel helder, er zijn fundamentele waarden die zo belangrijk zijn, vrijheid van onderwijs, vrijheid van media, dat je als mensen keer op keer over die streep gaan, actie moet ondernemen. En dat hebben we gedaan. Ik vind dat in dit debat meneer Timmermans er iets te makkelijk vanaf komt, omdat inderdaad dat Europese parlement, inclusief het CDA, heeft ingestemd met die fameuze artikel 7-procedure. Daar is de commissie toch een beetje stil geweest. Helder maar even, dat is de procedure, even voor de kijkers, dat is de procedure waarmee Polen het stemrecht kan worden om. Ja, dus daar vind ik de commissie een beetje wat stiller dan dat ze bij Polen waren. Maar dat punt is in dit debat al gemaakt. Wat voor het CDA geldt, is dat bij de rechtsstaat, bij onze spelregels geldt, afspraak is afspraak. Maar dat geldt net zo goed bij onze financiën, bij het bewaken van de grenzen en bij een land als Turkije dat journalisten in de gevangenis stuurt. Dus zegt het CDA, wat ons betreft geen lidmaatschap van Turkije. Wat ons betreft het goed bewaken van de grenzen en het niet wegkijken als de begrotingsregels met voeten worden gesleten. Het CDA gaat, PvdA het... doet dat keer op keer houden. Het CDA, zijn het CDA niet stelt nog meer lidmaatschap Turkije, terwijl daar de recht staat, meneer Timmermans. Maar, het CDA stelt nog meer voor, maar ik wil eerst even met dit punt naar meneer Timmermans. Ja, voor alle duidelijkheid, het is niet het CDA dat met Orbán gebroken heeft, het is Orbán dat met CDA gebroken heeft. Dit is dus weer zo'n mannendiscussie. Is, I'm not leaving you. You're leaving me. Ja, is wel waar. Wij hebben pijnlijkere maatregelen genomen dan dat u hebt durven nemen richting uw leden vanuit Roemenië. Laten we wel wezen, we hebben allemaal een probleemgeval in onze fractie. Ja. De vraag is, zijn wij strakjes in het parlement degene die zeggen regels zijn regels en die hier samen tegen gaan optreden? Ja. Ik wil naar een probleem dat u gezamenlijk hebt. En dat is niet binnen uw fractie, maar dat is in de politiek. Als we nu kijken naar de peilingen. De nieuwe fractie van Nigel Farage, de Brexit Party, die is volgens de peilingen nu even groot als alle Nederlandse fracties in het Europees Parlement bij elkaar.
U staat op dit moment garant voor 26 zetels. Hij heeft er 25 ongeveer in de peilingen. Hoe gaat u met zo'n beweging om, mevrouw In het Veld? Ja, nou, wij zitten ook niet met alle Nederlanders in één fractie, voor de helderheid. Ik zit bijvoorbeeld in de liberale fractie. Straks hebben wij een grotere fractie, want ook het pro-Europese progressieve midden groeit. Wij verwachten een fractie die 100 leden of meer zal hebben. En ook de meerderheid zal bepalen. En een van de dingen die wij hoog op de agenda zullen zetten, even terug naar het thema, dat is die rechtsstaat. Want zonder, als wij inderdaad met Turkije of met wat voor land dan ook onderhandelingen hebben, dan moeten wij zelf onze rechtsstaat en onze grondrechten op orde hebben. En een van de dingen die het Europees Parlement heeft voorgesteld is, zoals we ook in de eurozone elk jaar even alle landen en de begrotingen doorlichten, dat we dat ook met de rechtsstaat doen. Dat heeft u wil een Europees soort APK-check voor de rechtsstaat? De rechtsstaat APK, dat was een D66-voorstel wat in het parlement is aangenomen. Maar meneer Timmermans wil daar geen wetgeving van maken. En dat betreur ik, want ik denk dat we het nodig zullen hebben. We moeten naar een afronding. Wat ik u gestuurd heb. Meneer Timmermans, we moeten naar een afronding. En die afronding die gaat toch even over de poppetjes. Die gaat toch over de machtsvraag. U zegt, wij zitten natuurlijk niet in één Europese fractie. Maar ik denk dat veel mensen toch wel verwachten dat u ook een beetje als Nederlands onder elkaar het Nederlands belang dient. Is het Nederlands belang dan, meneer Asmani, dat meneer Timmermans de hoogste baas van het Europese parlement wordt? Ja, ik vind het altijd jammer dat er voor de commissie. Ik vind het altijd jammer dat voor de verkiezingen altijd over baantjes wordt gesproken. Dat was ook de reden waarom ik heer Timmermans aanviel. Ik begrijp heel goed uw vraag. Bij de Nederlandse verkiezing praten we toch ook wie de premier van het land wordt? Nee, het gaat mij om de zorgen van mensen in dit land. Meneer Timmermans, heel helder. U wilt de hoogste baas worden. Gaat ik wil u graag voor president van de Europese Commissie worden, zodat we op progressief beleid kunnen gaan voeren. Gaat dat u voor we echt minder? Een breuk kunnen maken met het beleid van de afgelopen 15 jaar. Gaat u voor minder? Nee, ik ga niet voor minder. Dit is wat ik doe. Ik ben helder tegenover mijn kiezers. Ik ben helder tegenover de Nederlanders. Dat is wat ik wil worden. Dat is het enige waar ik mij op richt. En dat is ook wat gaat gebeuren. Gaat u het parlement in als u het niet wordt? Natuurlijk ben ik dan gekozen in het parlement. Maar mijn doelstelling is om voorzitter van de Europese Commissie te worden. En ik zal proberen een progressieve meerderheid daarvoor te bouwen in het Europees Parlement. Dank u wel. Mark Rutte zou een goede kandidaat zijn. Nee, meneer. Nee, het is voorbij. U hoort de klokken luiden. Het gaat heel snel. Het gaat veel te snel. We horen de klokkenluiden inderdaad. Ja, zo is dat. Het is voorbij. Dank voor uw komst. Ja, ik hoop u thuis dat u wat wijzer bent geworden. Dat we u een beetje hebben geholpen om die stem volgende week donderdag 23 mei te bepalen. Wij danken onze gasten, de lijsttrekkers hier, de mensen aanwezig. En als er nog vragen zijn, dan mochten niet er vergeten. Inderdaad nog vragen zijn, mochten wij steken hebben laten vallen, zou zomaar gebeurd kunnen zijn. Op Facebook gaat het debat door. Facebook Live collega Arjan Noorlander gaat daar met een aantal van de lijsttrekkers hier aanwezig nog verder in debat. Dus stel uw vragen, daar gaat het gesprek van. Rechtstreeks aan de lijsttrekkers is dat mogelijk. Voor nu hartelijk dank, hele fijne avond nog en heel graag tot morgen. Tot morgen. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Ons vlakke land, ons prachtige land. Met zijn grote rivieren, zijn oneindig laagland. Dit wonderbaarlijke land dat we op de zee hebben veroverd. Dit baken van vrijheid dat we al vanaf vroege eeuwen hebben gerealiseerd, omdat we ons niet onderwierpen aan de dwingelandij van de adel of van religieuze fanatici. Hier waren de steden autonoom. Hier beslisten burgers zelf over hun lot. Hier bepleiten Erasmus en Kornhert verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. En als men hier de inquisitie wil invoeren, nemen we aan het eind van de 16e eeuw de wapens op tegen de Spanjaarden die ons, net als tegenwoordig de Europese Unie, vanuit Brussel op tirannieke wijze besturen. Eerst proberen we nog met redelijke argumenten onze vrijheid te behouden, maar als dat niet lukt, komen we in opstand. Met het plakkaat van verlating verklaren we onszelf onafhankelijk. En ook al waarschuwde iedereen ons dat we als klein land niet konden overleven, de soevereine Nederlandse Republiek groeit binnen korte tijd uit tot een wereldmacht. Van Oldenbarneveld richt de VOC op. Jan Pieterszoon Koen zorgt ervoor dat de onderneming tot bloei komt en in heel Azië handel gaat drijven. Onze schepen doorkruisen de wereldzeeën. Amsterdam wordt het financiële centrum van de wereld met de eerste effectenbeurs en de eerste wisselbank. Ondertussen bouwt de Friese econoom IJze Eijsinga het eerste planetarium ter wereld.
Rembrandt en Vermeer schilderen. Spinoza schrijft filosofie. Onder Boerhaave wordt Leiden het centrum van de medische wetenschap. Antonie van Leeuwenhoek maakt de kleinste dingen zichtbaar met zijn baanbrekende microscoop. Christian Huygens verkent reusachtige hemellichamen met zijn telescoop. En Hugo de Groot legt de basis van het internationaal recht. Pieter Tyler richt een museum in met encyclopedische kennis om mensen te stimuleren zelf na te denken. En een publiek debat krijgt steeds meer vorm. Dit mondt uiteindelijk uit in onze grondwet van 1848. Onder Thorbecke wordt de koning ondergeschikt gemaakt aan de macht van het parlement. Ook in de 20e eeuw blijven we voorbij onze horizonten reiken. Met Anton Philips en Anthony Fokker, met het succes van luchtvaartmaatschappijen, oliebedrijven en landbouwinnovaties. Onze eeuwenlange strijd tegen het water en onze behoefte aan nieuwe landen brengen ingenieur Cornelis Lely ertoe in de jaren 30 de grootste dam ter wereld te bouwen, de Afsluitdijk. 20 jaar later bouwen we ook in Zeeland een wereldwonder, de legendarische Deltawerken. Het zijn maar een paar elementen van de glorieuze Nederlandse droom. Nog altijd lopen we voorop in kennis, innovatie en ondernemerschap. Nog altijd staan we voor durf, dynamiek en daadkracht. Een avontuur dat eeuwen geleden begon en voortgaat tot de dag van vandaag. Dit prachtige land, dit vlakke land. Het land van onze voorouders, het land van onze kinderen. Dit is het land van Forum voor Democratie.